Het 58ste Fruitcorso kan terugkijken op een geslaagde editie. Waar er in de ochtend nog aanloopproblemen rondom het betaalde parcours en de onwetendheid van het publiek, viel later op de dag een mooie parade te zien in de binnenstad van Tiel. Mede dankzij het goede weer waren de tribunes op het talud goed gevuld. Veel positieve reacties waren er voor het avondcorso. De verlichte wagens is een vernieuwend element dat de Stichting Veerstromeland heeft toegevoegd aan het programma om zodoende meer betalende bezoekers te trekken. De organisatie zit in zwaar weer en zoekt allerlei wegen om voldoende financiën in kas te hebben om het Fruitcorso te kunnen blijven organiseren. De winnaar van het Fruitcorso 2018 is de wagen van Culemborg geworden, gevolgd door de wagens van Mazenwaal en Drumpt. De torenhoge favoriet Buren kwam niet verder dan een vierde plaats. Bij de jeugdwagens won de wagen van Geldermalsen. Van het Corso by Night ziet u nu een impressie.